Wat is de reden dat je aan dit project meedoet? Het is wel leuk met graffiti werken en zo. Je doet het ook niet elke dag. Had je al eerder met graffiti gewerkt? Nee, nog nooit. Hoe is het bevallen? Het is best wel leuk, alleen eigenlijk best wel lijkt lastiger dan het is. Ja, wij zijn in februari benaderd door Heracles om eens na te denken over maatschappelijke jeugdprojecten. We zijn bij jullie geweest, hebben wat gebrainstormd. En uiteindelijk hebben we ons idee gepitcht op het stadscafé van Stadsbeweging Overijssel. En hebben de stadscheck gewonnen in april. Alle instanties werden toen al heel snel enthousiast en zijn aangesloten. En nu werken we dus met onder andere Beter Wonen, Heracles en Orwij, de gemeente Almelo, Centrum Almelo Actief en Almelo Promotie samen aan jongerenprojecten of jeugdprojecten. Vooral nagedacht over wat willen we eigenlijk. En daar hebben we er die pitch op geschreven. Wat willen we vanuit Heracles en wat willen we vanuit de creatieve hoek. Nou, daar hebben we onze pitch op gemaakt en gewonnen. Maar wat we heel graag willen is natuurlijk dat de jeugd actief is. Dat we trots op Almelo uitstralen en zwart-wit op straat. En als we dat samen kunnen doen, daar is iedereen enthousiast over. Volgend jaar verhopen. We gaan volgend jaar de tunnel bij ons stadion zeg maar, aanpakken. En dan ziet het er super uit in Almelo. Ja, ik vind het ook altijd heel gaaf om te zien hoe graffiti eruit ziet en zo. Heeft creativiteit bijzondere aandacht van jou? Ja, wel veel, ja. En heeft het ook iets te maken met de school waarop je zit? Ja, ik ga ook kunststromen en zo doen. En ja, daar doen ze ook veel met creativiteit. En het blijkt gewoon dat doordat kinderen in hun eigen wijken projecten spuiten samen met ons, dat ze ook meer waardering hebben en krijgen voor het kunstwerk wat we maken. En het vandalisme daalt gewoon enorm. Alle muren in Enschede die wij gemaakt hebben, zijn nog steeds gewoon intact. Ja, dat is het eigenaarschap vergroten. De jeugd betrekken in de wijken. En zo willen wij dus door heel Almelo samen met jongeren of met jeugdkinderen, willen we dit soort projecten gaan aanvliegen. Daarnaast is er vanuit Centrum Almelo Actief ook echt een vraag naar ons gekomen, naar de praktijk. Van hoe kunnen we toerisme in de binnenstad vergroten? Hoe kunnen we mooie kunstroute gaan koppelen aan de stad Almelo? Hoe kunnen we jongerenwerk, het kinderwerk samentrekken met het thema Trots op Almelo? En daar maken wij vandaag de eerste stap in. We gaan een project draaien van 3 jaar en we gaan het heel mooi maken hier.